Ik vond die van mij wel op. Oh. Hele goedemorgen, middag, avond bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is vandaag vrijdag 25 september 2020. Het is nu 1:05 in de middag. En daarbij, mijn naam is Karen Stalman van de Werf en mijn man die heet Roderick Stalman van de Werf. Er staat weer genoeg op de planning voor vandaag, maar dat gaan jullie vanzelf allemaal zien. En er komt ook nog een tweede vlog erbij, want ik ga weer wat doen. Maar ook dat zien jullie vanzelf. Dus ik zou zeggen, blijf kijken en gewoon alvast het riddeltje en delen, maar ook altijd. En heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, lekker bij mama dus nu. Oh ja, dat moet ik zo doen. Ik doe even weer wat fouts. Maar ja, Roderick, even wat je zo'n grapje met mijn denk uit te halen. Ja, en tot ziens, ja. De grappenmaker. Grappenmakeres. Ben je lekker ook een grappenmaker ook, hè? Is dat zo? Ja, ja, ja. Dat is zo. Dat durf ik ook. Nee, ja, ook. Want die geeft iedereen hand, toch? Ja. Ja. Mag ik, meer, mag ik eerst deze omgeving even achter neerzetten? Voor mij dan. Als het lukt, tenminste. Ik denk dat je er nog niet in staat. Denk je dat? Hoezo denk je dat? Nog ruimte, hoor. Ja. Helemaal. Mooi, top, dankjewel. Nou. En ik slaap hier vannacht bij mama. En Ro, die gaat straks vannacht, vanavond, later weer weg. Dus ja, naar huis. En dan zie ik hem morgenavond wel weer. Dat is wel leuk. Lekker rustig. Hè? Ik heb geen gezeur van mij. Nou, hé. Hey. Nee. Lekker. Nee. Nee, dat is nee. Altijd leuk in jouw gezeik. Soms dan, heel soms. Hè? Soms mijn gezeik leuk, maar dat heb je dan niet. Dat is toch handig? Nou, en dan bel ik jou wel en dan heb ik het ook. Oké, nou, dat is goed. Zal ik een baantje inspreken? Ja, is goed. Vanavond, straks. Later. Zijn we ook een lekker stil bij elkaar roken? Zo af en toe. En boem zo, hè? Is dat zo? Is dat nou een KC of een KP? Ja, dat is een gouden. TP. Een TP, ook lekker. Ja, en ik doe mijn gordel maar even om, jongens. Helemaal goed. Helemaal goed, zeg Roderick. Helemaal goed. Dan mag ik dat maar doen. Ik heb eigenlijk helemaal niet gevocht vandaag. Alleen maar de opening. Ja, die zie je, het is mooi, hè? ZKD-ken. Ja, die is mooi. Ruil, hè? Met deze gebakje. Ja, is goed. Zeker. Ja, precies. ZKD-ken is leven. Ja, inderdaad. Helemaal goed. Bijna wel. Is leuk. Hier. Ja. Maar ik wil toch nog heel eventjes die kant even op. Eventjes die bord goed zien. Niet hier gelijk, maar de volgende. Dan gaan we daar zo meteen wel naartoe. We gaan even naar de dijk. Ja, je kan. Waarom? Nee, rij jij, ik wou het net zeggen, waarom rij jij achteruit? Dat is een verkeerd gereden, maar laten we even draaien. Maringenmuseum. Ja, je mag gelijk door. Dat zit er.
maar deze slagboom was gewoon open. Ja. Doe hem dan dicht. Dan mag je erin. Er staat hier zo'n bord. Ja, en als het donker is... Het is 06 uur, mag je er niet in met de auto. Maar stel dat je om 10 uur hier bent, wat dan? Mag je er dan wel in? Als je er om 11 uur nog bent? Het is gewoon verboden in te rijden. Zo. Hier staat weer een bord. Verboden daarin te rijden. Verboden daar. Dus dat mag niet meer. Dus dat markeert het einde waar je niet in mag rijden. Mooi hè, al die regenbuien daar. Dus even kijken. Daar staat. Tussen 11 uur 's avonds, 6 uur 's ochtends mag je er niet in dat stukje. Nee. Tot hier. Want hier heeft weer einde markering. Toch? Ja. Ja. Dus dan mag je hier gewoon staan. Om 11 uur 's avonds, tussen 11 uur en 6 uur 's ochtends. 11 uur 's avonds, 6 uur 's ochtends. Alleen je mag er niet meer inrijden. Nieuw. Hij doet in principe hetzelfde dan die van mij. Nee. Ja, dat doet hij niet op de kop. Ja, is dat nodig? Dan zie je toch wat je doet. Ik vond die van mij wel hoor. Oh. Ja, het is verzand. Hoe zit ik nou? Jeetje, hij is verdraaid bij mij. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Ja. Ja. Ik had je glas laten staan, ik denk. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Zo, nou, ik ben even net en bij mijn neef geweest die dus daar staat. En met zijn vrouw. Dus ja, ook wel weer even gezellig, even gewoon geknuffeld. Ook, ja, dat doen wij. Want ik vind die 1,5 meter bij je eigen familie gewoon niet kunnen. Dus ik knuffelde gewoon lekker op los, ja. Ik zou zeggen, laat het maar lekker weten wat je ervan vindt. Ik vind het helemaal prima, ik vind het best. Maar ik knuffel gewoon. Want ik doe er al vanaf dag 1 er al niet aan mee. Dus, ja. En als ik er niet aan meedoe, dan doe ik er gewoon lekker niet aan mee. En die hele 1,5 meter samenleving, zo dan met erop. Daar heb ik ook helemaal geen zin in ook. Nee. Hé. Het gaat een beetje betrekken. Nou, dat zie je boven mij. Het was vandaag heerlijk weer. En nu is het dus ja, een beetje behoorlijk aan het afkoelen. Maar ja, mag ook de pret niet drukken. We gaan er gewoon weer gezellig een leuke avond van maken. Weet je wel. Maar ik heb altijd gezellig. Ja. Ik wel. Wat hebben jullie allemaal vandaag gedaan? Het is trouwens, welke datum is vandaag? De 26e, zaterdag. Ja. Ik ga gelijk deze kant op, is leuk. Allemaal nieuwbouw, nieuwbouw, nieuwbouw. Ja. Eigen terrein en verboden en te parkeren. Hoe dan? Hoe wil je hier parkeren? Hoe? Vertel het mij het is. Ik weet het niet. Als jij het weet, mag jij het gerust zeggen, want hoe wil je hier parkeren? Hier.
Er staat daar precies, dat paaltje, die staat precies hier. In het gras. Verboden te parkeren. Nou, hier is het ook lekker vies. Die hele raam. Eeuw. Dus ja, maakt niet uit. Nee, maakt helemaal niet uit. Yes. Ik ga nu lekker... zo wat eten? Lijkt me handig. Ik heb het vanochtend al klaargemaakt bij mij. En dan ga ik zo meteen lekker eten. En wat kom je tegen als je eventjes boodschapjes aan het doen bent? Hele mooie Porsche. Wauw, wauw, wauw. Kikken. Ik vind hem mooi, zal ik het zo zeggen. En Ro ook, want het is een H. Dus hij is nog lekker nieuw. Gekkie. Poot er maar over je heen. Nee, je bent lief. Mooi foto maken gelijk, ook is leuk. Oeh, hoe ben je mooi dan? Nee. Alleen, je ligt in je huis top. Dan moet je goed gaan zitten, hè? Kijk, als je nou gewoon goed gaat zitten. Nee, toch niet zo? Er kan iemand anders met speeltjes aankomen zetten, maar dat helpt niet. Wat ga je doen dan? Vegen. Wat ga je doen dan? Ik ben lief. Moet je ook shit, oké. Ik lach je niet uit, ik lach je toe om je oren af. Wat heb jij een rare kop in één keer, zeg. Als je zo kijkt. Ja, ja, je bent heel lief. Nee, je bent heel lief. Ja, je bent heel lief. Nee, je bent heel lief. Ja. Nee. Nee. Sorry, maar. Wat ga je doen dan? Wat ga je doen dan? Andere, oké. Oh, grappie. Lekker kopje ook, hè, voor jou. Lekker kopje ook, hè. Hey. Wat ben je aan het doen dan? Wat ben je aan het doen dan? Met die poot? Hè? Wat ben je aan het doen dan? Goed. En nog van. Ja, een hele goede avond. Ja, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Ja, het was weer een leuk, rare weekend. Maar alsnog wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. En zoals mijn andere leuke, lieftallige volgers mij ook volgen. Zelfs op Bigo. Delen mag ook. Dus abonneren. Belletje aan, duimpje omhoog, reageren en delen. Dan zeg ik zoals altijd, dankjewel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke toetupje snoet. En tot morgen. Doei.